Lang geleden, twee rassen heersten over de aarde. Mensen en monsters. Op een dag brak de oorlog uit tussen de twee rassen. Racistisch, misschien. Na een lang gevecht, de mensen waren victorieus en wonnen dus. Ze sloten de monsters onder de grond af met een magische spreuk. Flipendo. Vele jaren later, daar kwamen ze waarschijnlijk vrij, anders is er geen verhaallijn. Wel dan, Berg Ebbot, 201 keer. Er zijn heel veel bergen. Legenden zeggen dat zij die naar die de berg beklimmen, nooit meer terugkeren. Nou, dan zou ik er niet heen gaan. Spanning, sensatie, struikel, tak. Ja, als je over een tak struikelt, is het meer jouw schuld dan de berg, hoor. Maar hey, val lekker naar beneden, joh. Doe je ding. Op je gezicht ook nog. Dat is hoe mensen doodgaan. Vallen op dat soort hoogtes. Oh, ik heb echt zoveel gehoord over dat de muziek van deze game heel goed is. Ik voel het opborrelen. Undertale. Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij Undertale. Ik denk dat er nog nooit een game zo vaak is aangevraagd voor Serpent Gameplay als deze game. Maar toen maakte ik op Twitter een poll met, moet ik Undertale spelen? En toen zei 40% ja en 60% nee. Daaruit haal ik dat Undertale fans gewoon heel erg hardcore zijn en dit willen zien op mijn kanaal. En de andere 60% die hebben zoiets van, fuck Undertale, overrated indie game. Nou, ik heb geen idee of het een overrated indie game is, want ik heb er oprecht nog niks van gezien en niks van gespeeld. Er kwam laatst een kijker naar me toe die zei, hey Rick, als ik jou op Steam Undertale gift, zo van, gratis, ga je hem dan spelen? Dat ik, nou, vooruit dan maar. Ik zat er al over na te denken. Als ik er niet voor hoef te betalen, als het dan kut is, is het niet mijn probleem. Dus daar gaan we dan. Undertale. Ik weet wel dat de game best lang is en 60% hoeft het niet te zien. Dus ik ga denk ik afleveringen doen van 30 minuten. Dan gaan we er nog soort van een beetje snel doorheen. Instructies. Z of enter. Confirm. X or shift cancel. Oké dan. Stay of control menu, ja. F4 full screen, hold, escape, squid. When HP is 0, you lose. Ja, dat vind ik een duidelijke benaming. Name the fallen human. Nou, ik hoor dus heel vaak dat ik op Epke Zonderland lijk. Ah, zou ik me Zonderland noemen? Dat is best wel een coole, edgy, donkere naam. Zonderland. Wel grappig dat Epke Zonderland wel een land heeft. Hij doet dingen voor Nederland, denk ik. Ik weet niet hoe lang mijn naam mag zijn, maar ik vind Zonderland best wel... best wel gewoon een coole voornaam. Iemand die dit kijkt, noem je kind Zonderland. Oké dan. Ik heb oprecht een paar keer in een kroeg van dronken mannen gehoord dat ik op Epke Zonderland lijk. Zeg ze... Oh, nee, dat past dus niet. Zondet. Is dat een leuke naam? Is Zondet een naam die ik wil? Ik noem me wel gewoon Epke dan. Jemig game. Ik dacht, ik doe ook een keer grappig. Ik vind het wel stom in dit soort games. Waarom mag mijn naam maar zo weinig karakters bevatten? Wat is het probleem? Epke. Oh, ik heb nu de hoofdletters en kleine letters echt totaal verpest. Dat zou Epke nooit doen. Die irritante trillende letters ook. Laat me zich met rust. Is dat name correct? Yes. Je suis Epke. Zonder lente. Ik ben Epke. Epke is mij. Oké, moet ik nu gaan lopen ofzo? Oh, oké, nou, ik dacht ik verwacht nog een soort van introductie. Nee. Ik voel me net een of andere gastje uit de Simpsons met mijn gare gele huidskleur. Niet racistisch, de mensen in de Simpsons hebben een gele huidskleur. Howdy, ik ben Bloomy. Bloomy de Bloom. Kijk, dit is een game die ik kan begrijpen. Je bent nieuw in de ondergrondse wereld. Of niet dan? Oh nee, je moet zo in de war zijn. Iemand moet je leren hoe dingen hier werken. Ik denk dat ik het maar moet doen. Klaar? Hier gaan we dan. En wat gaat er gebeuren? Zie je dat hartje? Dat is je ziel. De totale samenvatting van je bestaan. Nou, dat is fijn om te horen. Ah, ik kan hem besturen. Oké dan. Dankjewel. Je ziel wordt steeds zwakker, maar je kan het trainen door veel levels te krijgen. Nou, dat is fijn. Ik heb trouwens ooit de basisschool gehoord dat ik geen ziel heb. Oh, waar staat LV voor? Voor liefde natuurlijk. Had ik kunnen weten, niet voor levels. Je wil wat liefde, of niet soms? Tuurlijk, Sugar Daddy Bloom. Geen zorgen, ik deel wat liefde met je. Nou, dat is fijn. Hier beneden. Liefde is gedeeld door kleine witte
vriendschapballetjes. Ben je klaar? Beweeg. Pak zoveel mogelijk als je kan. Jij idioot. What the fuck? Ik ben opgelicht door een bloem. In deze wereld is het vermoorden of vermoord worden. Waarom zou iemand een kans als deze overslaan? Oh, we meteen een bossfight. Oké, dan. Sterf. Nou. Oké, dan. Omdat je het aanbiedt. Ik denk dat ik hier heel veel tegen kan doen. Behalve gewoon, ja, het midden kiezen. Hey. Wat? Wat gebeurt er? Het is Mario met zijn vuurballen. Wat een verschrikkelijk wezen. Martelen zo'n arme, onschuldige jongeling. Ah, wees niet bang, mijn kind. Hé, het is mijn moeder. Ik ben Toriel, verzorger van de ruïnes. Ik kom hier elke dag langs om te kijken of er iemand gevallen is. Oh, dus wij zijn dus die persoon die van de berg gevallen is, inderdaad. Ja, oké. Je bent de eerste mens om hier te komen in een lange tijd. Kom. Ik zal je begeleiden door de catacombes. Deze weg. Oké, ja, is goed. Ik volg je lekker. Heeft ze toevallig ook nog een Twitterpagina, of niet? Ik moet wel zeggen, ik vind de hele stijl van deze game best wel vet. Wat kan ik hierbij doen? De schaduw van de ruïnes ligt boven. Vult je met... Oké, het is gewoon HP. Oké, kan ik opstaan ook nog? Nou, fantastisch. 2 minuten 52 bezig. Level 1. Die appke toch. Oké, dan. Welkom in ons nieuwe huis, onschuldige. Sta me toe om je te leren hoe we werken in de ruïnes. Wat? De ruïnes zitten vol met puzzels. Oude fusies tussen vermakingen en doorwegen. Deuren. Sorry, ik vertaal het letterlijk even direct vanuit Engels. Anders dan moet ik het zo doorskippen en ik moet het toch lezen. Denk ik, nou, vertaal ik het meteen. Eén moet oplossen ze om door te gaan naar de volgende kamer. Alsjeblieft, pas jezelf aan. Aan het gezicht van hen. Is goed. Oh, ik ben zo goed. Dat ging best goed in ieder geval. Om progressie te maken hier, moet je triggeren verschillende switches. Maak je geen zorgen. Ik heb ze gelabeld. Ik heb de switches die je moet flippen gelabeld. Nou, dat vind ik fijn. Ik ga even de muziek iets zachter zetten. Ik weet dat deze game hele prachtige muziek heeft, maar ik wil niet dat mijn prachtige stemgeluid, het stemgeluid van de enige echte Epke Zonderland, overstemd wordt door die prachtige muziek. Zo dan. Ik denk zomaar dat het deze switch is, of niet dan? Ik denk zomaar dat het die switch is en niet die switch. Fantastisch, ik ben trots op je, kleine. Laat ons doorgaan naar de volgende kamer. Wat gebeurt als ik dit doe? Deze knop werkt niet eens. Nou, hey, ik dacht even dat ik dood zou gaan. Als een mens levende ondergronds, monsters zullen je aanvallen. Dat is niet chill. Je moet goed voorbereid zijn op deze situatie. Maar, maak je geen zorgen. Het proces is makkelijk. Wanneer je een monster tegenkomt, zul je een gevecht binnengaan. Terwijl je in een gevecht bent, een leuk vriendschappelijk gesprek aan. En dan kun je het conflict oplossen. Probeer met praten tegen deze dummy. Oké, dat is goed. Dat heb ik even nodig. Je bent de dummy tegengekomen. Nou, dummy, wat gaan we doen? Oh. Ik heb hem doodgemaakt, of niet dan? Ah, de dummies zijn niet voor vechten. Ze zijn voor praten. Waarom zou iemand pijn willen doen? Kom nou. Ik heb het verpest, of niet dan? Er is nog een puzzel in deze kamer. Ik vraag me af of je het op kan lossen. Vraagteken. Is met die lianen? Ik heb geen idee. Moet ik gewoon door naar de volgende kamer? Is dat de puzzel? Er is wel een soort pad. Een soort slangachtig ding. Is daar wat mee? Ik loop gewoon door. Oké, nou, dat was een hele goede puzzel. Oh, Froggit valt je aan. Hoe werkt dit dan? Want ik wil zeg maar Froggit niet aanvallen. Hoe doe ik dat? Hoe kies ik zeg maar tussen de andere opties die ik heb? Ik snap dat dit aanvallen is. Dat is mis. Dat wil ik ook. Froggit, even rustig. Hij gaat wel weg. Je wint. Huh? Ik heb nu al het gevoel alsof ik halve flikkers van dit spel begin te snappen. Ik leef nog, dat is fijn. Dit is de puzzel, maar hier. Neem mijn hand voor een moment. Nou, dat ging makkelijker dan gedacht. Oh, er zit dan nog een iets moeilijkere route aan met meerdere vormen van dood en verderf. Nee, dan is het goed. Dat verwacht ik namelijk ook. Dood en verderf is toch een beetje waar je op gesubscribed bent als je Undertale speelt.
Ik bedoel, het eerste wat er gebeurde was een bloem die me dood wilde maken. Puzzels zien er soms een beetje gevaarlijk uit. Nou, wat was dat? Ik dacht ik onder maar. Je hebt het erg goed gedaan, mijn kind. En Jar Jar Dick speelt Bad Rats. Kun je even stoppen met Bad... Ja, dank je. Je doet het erg goed tot nu toe, mijn kind. Maar, ik heb een moeilijke vraag voor je. Die kan je moet stellen. Ik wil dat je naar het einde van deze kamer loopt, helemaal zelf. Vergeef me hiervoor. Dat is goed, speedrun! Er is sowieso wat aan de hand. Zal ik even dit pad blijven dan? Lijkt me nog wel een goed dingetje. Ik heb geen idee wat er gebeurt als je er vanaf gaat, maar... Tot nu toe vind ik deze kamer goed te doen, behalve dat ik het gevoel krijg alsof het een oneindige kamer is. Is het een oneindige kamer? Want dat is wel iets waar ik kennis van moet nemen. What the fuck is hier aan de hand? Ik moet even goed naar die lianen kijken of er nou wat aan de hand is of niet. Nee, ik heb het gewoon gehaald. Oké, dat was goed te doen. Gegroet, mijn kind. Maak je geen zorgen. Ik heb je niet verlaten. Ik was gewoon achter deze pilaar de hele tijd. Dank je voor mijn vertrouwen. Maar, er was een belangrijke reden voor deze oefening. Om je zelfstandigheid te testen. Hey, ik kan dit! Ik moet andere dingen gaan doen. Je moet voor enige tijd alleen blijven. Alsjeblieft, blijf hier. Het is gevaarlijk om verder te gaan ontdekken. Ik heb een idee. Ik geef je een telefoon. Als je me nodig hebt, bel me. Later. Je mag ook WhatsAppen. Maar fuck die shit. Oké, ik ga wel gewoon weg, toch? Ja, tuurlijk. Hey, nog een kikker. Ring. Hallo, dit is Toriel. Je bent niet uit de kamer gegaan, of wel dan? Er zijn een paar puzzels die ik nog uit moet leggen. Het zou gevaarlijk zijn om ze zelf op te lossen. Wees goed, oké? Klik. Oké, we kunnen gewoon teruggaan. Maar ik heb zo'n gevoel alsof er dan niks gebeurt. Alhoewel, het gaat dat deze game dus heel veel eindes en dingen heeft. Maar ik wil puzzels oplossen. Dat is wat mensen willen zien. Tutorials zijn geinig, maar... Rabbit, rabbit. Sta maar toe, mens. Ik heb wat advies over het vechten met monsters. If you act a certain way or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. Oké, dat is fijn. Dus als je monsters omlult of is half dood, maar willen ze niet meer vechten. Als een monster niet met je wil vechten, alsjeblieft. Geef wat genade, mens. Oké, dus maak geen mensen dood die niet dood willen. Dat is in principe in de echte wereld ook wel een hele goeie. Het zegt neem één. Neem je een snoepje? Tuurlijk. Je mag geen snoep aannemen van een vreemde, maar dit is geen vreemde. Mag ik er ook nog een nemen? Yes. Je nam meer snoep. Hoe verschrikkelijk. Hoe smerig eigenlijk. Oké, je kunnen we weer opslaan, neem ik aan. Ja. Oké. Safe. Dat is hartstikke fijn. In de leaf pile. Hartstikke mooie plek om te chillen. Dan gaan we lekker naar beneden rollen. Oei. Whimsum. Ik kom op je af. Hoe kies ik dus andere... Andere dingen. Ik wil niet vechten met Whimsum. Ik wil acten, items, mercy, alles. Iemand leg mij dit uit. Dit gaat verschrikkelijk verkeerd in het leven van Ephraim. Sorry Whimsum, je moeder. Nou, dat ging best goed. Ik kan ook gewoon iedereen doodmaken. Ze vallen mij toch aan. Hey. What the fuck is dit dan? Was dat de puzzel? Dit is te doen. Tring. Hallo, dit is Toriel. Gewoon omdat het kan. Wat vind je leuker? Kaneel of butterscotch? Dat is een moeilijke vraag. Ik hou van beiden. Kaneel en butterscotch. Butterscotch is echt gewoon een soort gekristalliseerde botertroep. Best lekker in de chocolade. Maar kaneel is ook best lekker. In je bek voor een cinnamon challenge. Ik ga voor cinnamon. Oh, ik zie het. Heel erg bedankt. Klik. Goeie telefoongesprekken. Ring. Hallo, dit is Toriel. Je vindt butterscotch niet stom, of wel soms? Ik weet wat je voorkeur is, maar... Nee, geen zorgen. Butterscotch is ook oké. Zou je je neus ophalen als je het op je bordje vond? Oké, ik begrijp het. Dankjewel voor geduldig zijn. Trouwens, klik. Oké, dan. Is dit zo'n super moeilijke puzzel? Wauw, ik voel me echt een volwassen man. Ik voel me echt een volwassen man met deze shit. Frog it, hop close. Oké, nu kan ik wel andere dingen doen. Chill. We kunnen act op Frog it. We kunnen hem een complimentje geven. Dat is wel leuk. Frog it begreep niet wat je zei, maar was alsnog geflatterd. Hoe vertaal je flatterd een beetje netjes? Een beetje, oeh, dank je. Ja, hij is aan het blozen. Oh, kut, hij valt me aan. Jezus.
Froggit ziet er niet uit alsof hij zin heeft om met je te vechten. Nou, dat is fijn. We kunnen boos maken. Gewoon een belediging of een bedreiging. Ik ben de bedreiger. Froggit begreep niet wat je zei, maar was toch bang. Damn it, Froggit. Wat is dit? Nee, man. Wow. Wat moet ik doen? Ik kan Mercy hebben of ik kan hem gewoon... Ja, moet ik hem nou vechten? Ik ga nog een threat doen misschien? Wow, well, scared anyway. Ja, oké, okay, maar Froggit. Ik vind het super gezellig met je. Alleen, wat gaan we doen? Ah! Oké, okay, ik maak je al dood. Ik maak je al dood. Hoppa! Krok, krok. Oh. Plee! Voor mij is het hele doel dus van de game voornamelijk dit soort gevechten. Waar je aan het kutten bent met mensen omlullen en... Ik kan Mercy met hem hebben. En dan sparen we hem. Zo. So. Dat was een goed gesprek. Hallo! Je hebt geen allergieën, of wel dan? Huh? Waarom ik het vraag? Geen reden. Geen reden. Helemaal geen reden. Oké okay dan, ja. Tot nu toe. Fantastische lieve vrouw. Oh god. Dit is van die troep waar je doorheen kan vallen, toch? Kut. Ah! Ik snap wel meteen wat er aan de hand is. Volgens mij is het de bedoeling dat we dit pad zo meteen gaan lopen. Dat is nog best moeilijk, behalve dat je wel iedere keer doorloopt. Dus het is gewoon helemaal doorlopen. Klein stukje opzij, helemaal doorlopen. Dit gaat wel pittig worden dit, maar misschien lukt het mij. Oh, nog een gevecht. Mold small, block the way. Nou, die kan ik alleen aanvallen. Sloopje! Ik neem aan dat dat de beste plek is om te hitten, toch? Of is die groene plekjes nog beter? Oh, kak! Helpie! Oké okay dan, mold small. Burbled. Rustig. Dat is fijn om te horen, mold small. Is dat nog meer damage? Geen idee. Het was wel groen in ieder geval. Groen! Oké okay dan. Ah, man! Het is wel grappig met dat hartje zo die balletjes ontwijken. Oh nee, de mold, wat een schimmel is dus, begint te bederven. Oké, okay, ja, tuurlijk. Bedervende schimmels is niet wat wij per se willen, maar hij is wel dood. Hartstikke dood. Oh, kut, hoe werkt het nu alweer? Ah, kak. Ik moet even kwijt waar dat goede pad nou begon. Nee, wel gewoon tegen de muur aan. Oké, okay, dan. Dus we lopen tegen de muur aan. Gewoon zo of zo. Dan lopen we zo. Dan lopen we zo. Moeten we dan nu weer terug? Ja. En nu ben ik het kwijt. Was het niet dit? Was het dat? Ah, kak. Ah, man. Dit is gewoon de rest van de game. Alleen maar geheugentrucjes. Ach, je mag wel nog een keer met Mold Small vechten. Dus weer extra dode schimmels. En dat is fijn, want... meer experience. Je moet het nog... Oh, shit! Jezus! Vriend! Ik dacht dat je mijn bro was, bro. Squatch. Ik vind het niet chill, zeg maar. Al die dingen zo nog eens opsplijten in meerdere dingetjes. Wel een interessante manier om gevechten te doen, dit soort games. In plaats van gewoon... Mold Small doet 2 damage. Rick doet 5 damage. Dit is veel meer haalbaar. Als je gewoon skill hebt, neem je geen damage. Denk ik. Het zal zo meteen weer flink tegenvallen. Oké, okay, klein beetje zo weer. Yes, gaan we weer zo. Tikken we dat ding weer aan. Lopen we hierheen. En dan loop je gewoon in één keer zo. Tada! Oh, dit is een super moeilijke puzzel. Krata! Oh shit. A pair of Froggits springen in jouw richting. Froggit A. Oh, shit. Sorry, ik dacht eventjes van... Oh. Snap je wat ik bedoelde? Ik ook niet. Oké, okay, dan. Froggit lijkt niet te begrijpen waarom hij hier is. Ik wil graag acten namelijk op Froggit A. En ja, waarschijnlijk werken die complimentjes niet. Ik kan ze beter gewoon aanvallen of niet dan. Froggit! Fuck jou! Misschien kan ik beter gewoon wegrennen? Ik kan ook ieder gevecht gewoon wegrennen. Ik vraag me ook... Froggit vraagt zich af wat hij hier aan het doen is. Ik vraag me ook af wat ik hier aan het doen ben, Froggit. Waarschijnlijk krijg ik wel wat comments op de eerste aflevering van Rick, maak niet zoveel dingen dood. Of Rick, maak meer dingen dood. Ik zal die comment lezen. En daar ga ik dan mijn voordeel mee doen. Waarschijnlijk is dat best wel handige info om te hebben. Dat ik wel of niet dingen dood moet maken. Hop, hop. Het is net de opa Gangnam style hier. Hop, 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 hop. Froggit style. We kunnen gewoon Mercy hebben op die Froggit. Hop, hop. Oh. Ik gaf je genade, vriend. Het gevechtsveld is gevuld met de geur van mosterdzaad. Dat zal wel, ja. Oké, je moet dus eerst wel een beetje damagen totdat je hem kan sparen. Hij moet wel eens zoiets hebben van, Rick, heb genade. En ja, je kan geen genade hebben als hij niet half dood is. Nou, oké, dan maak je toch eerst half dood. Doen we het toch zo.
Kijk, en nou kan ik wel een kleine portie genade hebben als ik niet doodga. Maar ik heb nog redelijk wat HP, dus dat moet me lukken. Genade. Spare. Yay! Krijg je ook gewoon... En je liefde gaat omhoog. Dat is fijn. Als je mensen spaart, krijg je gewoon meer liefde. Het is een makkelijke manier om liefde te verzamelen. Ik heb ook wel eens liefde verzameld. Door middel van mooie brieven naar dames. En dan was het gewoon, fuck jou, Rick. Wow, daar! Partner! Wie zei dat je me kon duwen? Oh, de steen is een mens. Hmm? Dus je vraagt me om opzij te gaan? Oké. Okay. Alleen voor jou. Pompoentje. Hmm? Moet ik nou blijven doen? Je wil een nommie gaan bewegen? Oké, dan. Hoe is dit? Hmm? Dat was de verkeerde kant op. Oké. Ik denk dat ik hem snap. Yes. Dankjewel, lieve steenman. Heeft dat geholpen? Ja, in principe. Hmm? Je wil me dat ik daar blijf? Je maakt het wel erg moeilijk voor me, zeg. Dankjewel. Hele aardige steen. Oeh, een stukje kaas. En ik zie al een muizenholletje in de muur, als je heel goed kijkt. Dat It Fulfills You With Determination is wel best wel grappig. Oké, dan, we pakken de kaas. Dus cheese, deze kaas is hier al best wel lang. Het zit vast aan de tafel. Oké, dan. En die muis, daar is niks mee te doen. Oké, dan gaan we lekker verder op avontuur. What the fuck is dit? Zijn ze al weg? Deze geest blijft Z zeggen. Hardop. Doet alsof hij slaapt. Bewegen met kracht? Ja. Oh shit. Spooky, spooky, spooky. Here comes Natab's look. We kunnen even met hem praten misschien. Flirt. Sowieso flirt. Nee, ik ben alleen maar irritant in een relatie, zegt hij. Het is een emo spook of zo? Oké. Oké, kijk in de verte. Wat gaan we proberen? We kunnen hem toemoedigen. Ik denk, het is een verdrietige man. Gewoon, hé, het komt allemaal goed. Je gaf hem een geduldige glimlach. Dat is fijn. Hé. We're not feeling up to it right now. Sorry. Oké. Hij ziet er al een klein beetje beter uit. Moet ik hem nu nog een keer cheeren of zal ik hem flirten? Ik doe het nog een keer. Je vertelt hem een kleine grap. Hé. En tot nu toe gaat het gevecht in. Oh, wow! Wat zijn dit? Tranen van geluk! Hou op! Allemaal kleine sperma-stukjes vliegen door mijn hart heen. Cheering seems to have improved Mataba's look again. En dan cheer ik hem dan nog een keer. Daarna flirt ik hem mee naar huis, jongen. Hij wil je wat laten zien. Laat me proberen. Oh, hij huilt de andere kant op. Oké, dan. Vind je het leuk? Ja, ik vind het erg inspirerend voornamelijk. Hij wacht op je respons. Nog meer cheeren gewoon, nog meer cheeren. Oh, jeetje. Ik ga meestal naar de ruïnes omdat er helemaal niemand is. Maar vandaag ontmoette ik een aardig iemand. Oh, ik ben weer aan het doorlullen. Ik zal aan de kant gaan. Nou, dat is toch fijn. Je kan dus gewoon mensen niet doodmaken. En dat vinden ze chill. Nou, we kunnen dus hierheen, maar we kunnen ook hierheen. Dit ziet er meer een soort van half verborgen uit. Een spinnenbakwedstrijd. Of bakverkoop. Kom, eten. Gemaakt door spinnen. Voor spinnen, door spinnen. Dat is goed. Is dit het... Mijn vriend luistert nooit naar me. Wanneer ik praat, praat ze door mijn woorden heen. Door te drukken op X. Dat is niet goed. Druk op X. Het gebeurt niet als ik op X druk. Niet jij ook. What the fuck is hier allemaal aan de hand? Nou, dat zijn wel allemaal tips. Ik heb gehoord dat op F4 drukken je fullscreen geeft. Maar waar staat F4 voor? 4 kikkers. Ik heb alleen een maximum van 3 kikkers gezien in deze kamer. Dit is verontruststellend, moet ik zeggen op zijn minst. Ribbit. Ribbit, ribbit. Ik heb gehoord dat je best wel aardig bent voor een mens. Als een monster een gele naam heeft, dan kun je hem sparen. Dat is handig. What do you think of that? Very helpful. Dat is best wel helpful geweest inderdaad. Ik wilde eerder al gewoon mensen sparen met full HP. Misschien op een dag. Moet ik het ook gaan doen als je naam geel is? Nou, dat vind ik fijn van je. Ring. Hallo? Ik realiseerde me zojuist dat het een tijdje is voordat ik heb opgeruimd. Ik verwachtte geen company. Geen gezelschap in een kort termijn. Er liggen waarschijnlijk een heleboel dingen hier. Je kan ze oppakken. Maar draag niet meer dan je nodig hebt. Op een dag.
Heb je misschien, vind je misschien iets dat je leuk vindt? Ja, je wil natuurlijk wel ruimte in je zak houden voor dingen die je leuk vindt. Dat is zeker waar. Oh nee! Migoskip crawled up your nose! Wat? Wat is hier aan de hand? Gewoon even een hele korte vraag. What the fuck? Ik kan hem... ik ben even geen idee wat ik nu aan het doen ben. Ik ga dus naar de mold small. Die kan ik sowieso gewoon al... De mold small kan ik sparen. Toch? Hij is de naam misschien het. Ik vind het moeilijk, dames en heren. Mercy. Spare. Oh, dan gaat er eentje weg zeker nu. Huh? Huh? Dat was een hele moeilijke... Migossip doesn't ever care in the world. Nou, dat is fijn om te horen. Ik ga wel weer acten dan misschien op Migossip. Ik doe even een lekker praatje met hem. Hallo daar. Nou, dat was erg leuk. Hij staat ook alleen maar. Hij valt me niet eens aan. Hij staat gewoon te chillen. Oké. Okay. Migossip geeft geen neuk. Nou, dan praat er nog een keer met hem. Oh, dat doet vrij weinig. Ik heb zomaar het gevoel alsof we een pijn moeten doen. Want wat zijn onze andere opties, zeg maar? Hey! Geef je nu een neuk? Mij zijn is het beste. Oh, als je hem gewoon keihard in elkaar slaat, dan vind ik het gewoon helemaal prima. Wat moet ik nou met zo'n persoon dan? Nou, gewoon kapot maken, denk ik. Het is alweer een... Ik maak waarschijnlijk sowieso alleen maar de slechtste keuze die je in deze game kan maken. Geen moeite daarvoor. Oké, dan. Dat is weer een hele rare brievenbus. Hier zijn wat dingen met gaten erin. Nou, kan ik mezelf natuurlijk vrijwillig gewoon in zo'n gat gooien. Want je moet er wat doen in deze kamer. Oh. Migossip crawled up close. Oké, dan. Ik kan hem gewoon weer doodmaken in principe. Het ding is dat ik niet, dat ik net even niet goed genoeg begrijp hoe de game werkt. Ondanks dat ik als goed is begrijp hoe de game werkt. Ah! Ik heb echt zoveel geluk. Het lijkt alsof ik heel goed ben in die shit ontwijken. Maar ik heb gewoon verrassend veel geluk. Ah! Ik don't wanna die! Moldsmal is reformulating. Voor mij moet ik die Moldsmal wel een beetje snel doodmaken, want er gaan allemaal dingen gebeuren bij hem. Zo, die is kapot. Slijmgeluiden. Oh nee. Het is wel grappig, als je twee enemies tegelijk hebt, wordt het voor mij wel een stuk moeilijker om die shit te ontwijken, of niet dan? Moldsmal wacht. Wat kan ik op Moldsmal doen? Flirten! Je beweegt je heupen. Moldsmal beweegt terug. Wat een relevant gesprek. Slijmgeluiden. Ik zou wel graag kinderen willen hebben met een pudding. Vooral die shit van Mona, die hebben vaak iedere maand weer een toetje van de maand. Goeie shit. Act. Moldsmal. Imitate. Doe ik hem dan na? Je ligt bewegingsloos met Moldsmal. Je voelt alsof je de wereld een stukje beter begrijpt. Oké, okay, is goed. Nou, tot nu toe gaat het nog best goed met mijn levens. Ik heb dan toch het gevoel alsof je dood moet. Sorry vriend. Ik kan net zo goed meteen iedereen doodmaken, want achteraf komt het er toch op neer dat ze dood moeten. Of ze worden heel blij, een van de twee. Zo, paat! Tadaa! Je hebt gewonnen! Je krijgt 8 XP en 8 geld. Oké, dan. Wat moet ik doen in deze kamer? Aha! Ik wist dat er ergens een kamertje onder zou liggen. Ah! Wat is dit voor moois? Een wortel. Vegetoid kwam uit de aarde. Ik wou hem niet aanvallen eigenlijk, ik wou eigenlijk een leuk gesprek doen, maar... Huh? Bevat vitamine A. Ah! Mijn reactie was ook... Ah! Vegetoid gaf een mysterieuze glimlach. Ik kan hem opeten. Oh, oké. Okay. Als ik hem verder lokaal gegroeid. Erg lokaal. Ik kan hem dus nog meer damagen. En dan kan ik hem opeten. Dat geeft misschien wat health terug. Dat is iets wat ik wil. Deel van een compleet ontbijt. Je kan zeggen over Undertale wat je wil, maar de enemies hebben wel heel leuk gedaan. Vegetoid ziet een soort van beschadigd uit. Kijk, dan kunnen we hem eten natuurlijk. Devour. Je nam een hap uit Vegetoid. Je kreeg 5 HP. Haha, nice. Oké, dan. Dus dat is een van de gevallen kamertjes. Hieronder zit er wel een gevallen kamertje. Met ja. Ook wat anders. Oké, dan. Je vond een vervaagd lintje. Yes! Eindelijk! Hier is waarschijnlijk ook nog ergens wat te doen. Ah, hier is wel een knop. Oh, dat is daarboven. Hier is dat spook weer. Ik viel in een hol. Ik kan niet omhoog komen. Ga verder zonder mij. Wacht. Geesten kunnen vliegen. Kunnen ze niet? Oh, nou. Wat raar.
Oh, je kon dus wel gewoon erheen vallen, maar omdat er een gevecht op zat, ging het niet helemaal door. Daar is de lever die we nodig hebben. Yes. Laten die andere twee gaten ook even checken, want ik ben gewoon dol op gaten checken. Hier is weer een wortel om mee te vechten. Voor mij heb ik al full HP, maar hey. Ik kan even kijken wat we nog meer kunnen doen met die Vegetoid. Wat? Een deel van een compleet ontbijt. Ah! Vegetoid, cackle softly, wat dat ook in mag houden. We kunnen ook met hem praten. Planten kunnen niet praten, sukkel. Oh, sorry. Ik ben mijn tijd aan het verdoen met dit soort bullshit. Nou, dan we kunnen ook dinneren. Geen idee wat het verschil is tussen dinner en normaal eten. Lokaal gefarmd. Ik kan proberen zijn helft nog meer te drainen. Tot echt het punt waarvan je denkt, na, en dan eten. Zoiets. Oh, hij is dood. Shit, sorry. Je liefde is omhoog gegaan. Hoe gaat je liefde omhoog door beesten dood te maken? Of is je liefde ook gewoon je level? Ik heb geen idee. Ik wil gewoon even wegrennen nu, jongens. Ik heb geen zin hierin. Hey. Lieve kijkertjes, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering van Undertale. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het minder leuk vond. Huh? Waarom? Ik doe gewoon mijn best. Mensen wilden dit zien. En dan doe ik het. En dan is het niet goed. Ik zal me een heel klein beetje gaan inlezen over wat ik allemaal wel en niet kan doen in Undertale. Zonder heel veel spoilers te krijgen. Want de meeste mensen zeiden al. Ga niet te veel lezen, want je komt spoilers tegen. Waarschijnlijk zit de hele verhaallijn vol met plot twists. En plot twists op de plot twists. Nou ja, even kijken naar deze aflevering. Ik heb genoten van het spel, ondanks dat ik er nog een klein beetje weinig van begrijp. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Nou ja, even kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!